En dit is Mount Day. Kennen jullie haar nog? Oh nee. En ik ben best wel zenuwachtig. Ik vind hem goed. Ik vind hem recht. Oh, ik ben klaar. Dit is zo mooi. Kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik moet even opschieten, want ik moet naar werk. Maar ik wil je nog even iets laten zien. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb namelijk van Hartwell en Yellow Claudie samen, of hun hadden volgens mij een samenwerking, in ieder geval met merchandise, heb ik een tas vol met dingen gekregen en dat wil ik even snel laten zien. Want de broer van Hartwell, die, ik heb mijn vader of zo, auw, fuck. En nou, toen kwam dat zo tot stand. En super vet, dus ik ga het even snel laten zien, want dat vind ik echt cool. Ik heb namelijk deze bomberjas gekregen. En deze ga ik aan doen na het festival van zaterdag, zondag, Dance Liberation. Super vet, met lichtroze, wit en zwart. Dus deze ga ik aan doen met het festival. Dan heb ik nog deze gekregen. Deze is ook heel erg vet. Ja, ik weet niet of ik het goed kan laten zien. Dit is een badpak. Met hier gaas van die banden. Een soort van die off-white wat ik nu aan heb. Zien. Zo'n riem lijkt het een beetje op, maar dan in een badpak. Geen idee waar je dit trouwens kan krijgen. Ik denk gewoon ergens op een shop. Ook in het zwart met kant of gaas bedoel ik. En ook van die banden. Deze is altijd wel chill gewoon voor naar een zwembad of zo. Een pet. En allemaal van die petjes. Wat je op je kleren kan doen. En nog een trui. En hier ben ik echt verliefd op. Deze. Het is echt zo'n gewassen kleurgrijs. Deze hoodie en een muts. Dus die. En zelf heb ik nog van de mannenafdeling ballen in een maatje L. Witte trui. Helemaal top. Oké, voor nu ga ik even snel eten. Sokken en schoenen aandoen. En dan moet ik werken tot 5. En dan snel van werk naar huis. Gaan we sporten. En vanavond lekker verder met de serie Dynasty. Ik vind het echt een leuke serie. Ik laat jullie even mijn outfit zien. Denk daar nog even mijn schoenen bij in je hoofd, want die heb ik nog niet aan. Ik heb namelijk dit vette pak aan van de Bershka in het wit. Ik moet even de pijpen nog omkrullen. En deze riem is een namaak van Off-White en die verkopen we bij Lily, waar ik zo weer ga werken. En mijn ketting is van Forever 21 en allemaal verschillende soorten ringen. En morgen ga ik naar de kapper, ga ik weer highlights aanzetten, want ik heb heel veel uitgroei zoals je kan zien. Dus dat morgen. Zo, en ik ben weer thuis. Ik moet even haasten. Het is echt een haastdagje vandaag. Maar dat komt omdat ik van werk kom. En ik moet gelijk doen naar sporten. En nu nog even snel wat naar binnen werken. Want ik heb echt heel veel honger. Dus vandaar, ik heb mijn sportoutfit aan. Deze lichtroze sport-BH is van de HEMA. Nou, mijn 212 hemdje. Die is gewoon vandaar. En mijn Prozis sportlegging. Ik ga gewoon sporten. En als ik terugkom ga ik lekker verder met mijn serie Dynasty. Ik doe even een truitje overheen en dan ben ik ready to go. Zo, ik ben terug van sporten en focus. Ja, ik heb deze van Lily meegenomen. Hij is zo leuk. Namelijk dit rokje. Echt te leuk met hier van die ja, dingen in het zwart. En nu ga ik douchen want ik heb gesport. En heb ik spierpijn. Goedemorgen, het is dinsdag en ik heb me even klaargemaakt. Ik ga nu naar de kapper toe. Want ik ga mijn haar verven en ik neem jullie mee. Ik laat even mijn outfit zien. Ik draag deze trui van Comget Fashion. En mijn flarebroek broek van de Sting. Ik doe even mijn witte Adidas schoenen aan. En dan ga ik er vandoor. En ik ga denk ik highlight zetten gewoon weer. Tot aan daar. Dus dat. Vanmiddag ga ik naar Nijverdal. Ik moet wat dingen halen met vriend van mij. En dan gaan we s'avonds naar de bioscoop. Heel leuk naar de film After. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga even snel sokken aandoen en eten. En Ukkie's hoek schoonmaken. En dan ga ik naar de kapper. Uksel.
Ben je klaar om schoon te worden? Oh, hij valt. Oké, let's go. Ja, daar word je wel wakker van zo. Hey. Hey, kom dan. Oh, ik ben klaar en het is zo mooi. Ik kan het wel even snel laten zien. Heel mooi gedaan. Het duurde alleen wel vet lang, want ik was om 10:15 en het is nu 3 uur geweest. Dus ik heb er 5 uur gezeten, maar dat klopt. Oh, er zit een man in de auto. Heel awkward. Ik ga nu snel naar de trein, want ik moet de trein halen. En een broodje eten, want ik heb dus nog geen middag gegeten. Dus dat ga ik even snel doen, want ik sterf echt. Ik ga bijna nokkie. Maar dit is echt zo mooi. Kijk. Niet normaal. Dus ik ga snel, want Lisa wacht ook op mij, mijn vriendin. Maar ik kom al te laat. Maar goed, maakt niet uit. Zo, ik ben er uiteindelijk super blij mee. Ik laat nog wel een keer goed zien. Dus ik ben blij. En ik heb eigenlijk helemaal niet gefilmd. Sorry daarvoor, maar het was super druk ook. En... ja, er waren bekenden, dus ik was ook wel gewoon een babbel. Voor nu ga ik dus snel naar huis. Moet ik even overstappen nu zo, elk moment. En dan ga ik met mijn vriendin dus even het dorp in. Moet ze nog even wat doen. En dan ga ik bij haar eten thuis, heel gezellig. En daarna gaan we naar Zwolle. Gaan we naar de bioscoop. En ja, dat wordt super gezellig. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga me even klaarmaken. Ik heb namelijk nu zo rijles en daarna komt mijn vriendin. Daar heb ik heel veel zin in. Die komt niet hier vandaan, dus dat is wel erg leuk dat ik haar weer even zie. Volgens mij heb ik heel weinig gevlogd, dus sorry daarvoor. Maar ik weet niet, het komt er niet echt van ofzo. Dus bij deze, ik draag mijn nieuwe ballin trui en gewoon een legging, want ik heb toch rijles. Maar ik moet even opschieten, want volgens mij komt hij er zo aan. En ik moet mijn tanden en zo nog poetsen. Dus dat ga ik even snel doen. Oké, ik heb me klaargemaakt. Echt super snel. Ik zit alweer in de haast. Echt, ik weet niet wat het deze week is. Maar ik ben alleen maar aan het haasten. Komt omdat mijn planning zo druk is. Ik heb net rijles gehad. Ging super goed. Dus ik ben benieuwd. Morgen heb ik tussentijds toets. Dus we gaan zien of ik ga slagen. Of in ieder geval of ik het ga halen of niet. Voor nu moet ik snel naar het station. Want mijn vriend zit op mij te wachten. En dan gaan we lekker lunchen in Nijverdal bij de Deli France. Dus ik neem jullie gewoon gezellig mee. Daar heb ik heel veel zin in. En ik heb ook mega veel honger. Dus ik ga nu snel vandoor. Ik laat jullie nog even snel mijn outfit zien. Snel, snel, snel. Ja, dat is nu echt de status op dit moment. Nou, ik draag mijn mannenafdeling ballin trui. Mijn leren broek en mijn witte Adidas schoenen. En dat is het. Dus ik ga er nu snel vandoor. Jawel, je gaat er wel lekker op. En dit is mijn day. Kennen jullie haar nog? Ik zal de video hierboven linken. Doeg! Ik heb er wel eentje hier. Misschien heb ik hem daar wel laten liggen. Dat kan ook nog. Nou, zet ik eerst in het stipje. Ja. Spiegeltje pakken. Dat zal ik ook even zien. Ja, of wil je hem hoger of wat meer naar onder of nee, dichter de bek. Voor hem kun je zien. Lekker. Oh ja. Nee, dat is wel goed, denk ik. Zit hij gelijk? Kijk eens naar mij. Kijk maar even hoor. Ja. Nu zit hij goed. Ik film ook echt super recht, eerlijk gezegd. Ja, volgens mij wel. Ja, hij is goed. Ik vind hem goed. Ik vind hem recht. Oh, ben je bang? Vorige keer was het echt toch al twee. Ja, ik heb het toch al twee. Nou, deze knalt niet meer hoor. Hè? Dit is een ander apparaat, die knalt niet meer. Dus, Oh, wat dan? Wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Dit is fijner. Fijner? Ja. Dit doet gewoon niks. Oh, dit doet niks. Oh. Oké, gaan we dan. Ja? Oh, dus knijpt gewoon erin, zeg ja. Maar. Je drukt hem er gewoon door. Oh, je voelt het wel, moet ik zeggen. Ja, hoe hoger je komt, hoe meer dat je het voelt. Klaar. Kijk maar even. Ja, top. Helemaal goed. Top. Ja, dat is. Ja. Ik kom net weer een kind van twee. Yo, ding is, hoe heet dat ook alweer? Ja, de trappen, die scheef. De trappen is echt kut. Ik weet het, ik was gevallen. Oh ja, mijn batterij is leeg. Die moet ik even opladen als ik thuis ben. Oh, ik zou even mijn gaatje laten zien. Maar moet ik echt door? Nee, daar! Oh, nee. Dit is hem. Kun je het zien? Nee. Maar echt. Mukbang. Mukbang. Oei.
lekker van onder. Donuts. Cookies. Banaantjes. Koffie. Fit life. Doe eens even dit niet zo van onder. Ja, kan niet anders. Valt hij om. Zie je niks. Oh, maar wel even die leuke. Mag niet. Echt niet? Krijg ik geen geld, zegt ze. Nee, dat is echt zo. Krijg ik geld voor die video? Ja. Altijd? Ja. Echt? Ja. Ik verdien met YouTube. Huh? Dat is ziek lijk. Lekker. Lekker. Lekker koekje. Oh. Eet dan maar. We houden wel echt maar even. Hè? Ik heb er gewerkt. Het lijkt ook echt alsof ik elke keer alleen maar hier ben als ik kom eten. Stiekem. Kom je ook hier alleen voor? Nee. Gewoon even. Ja, eindelijk iemand bij wie ik me vol kan laten eten. Ja. Iemand die me accepteert. Ik heb dit lang niet meer gegeten. Ik wil ook dat weten. Ik heb ouw aan mijn oor. Fuck man. Gelukkig was het mis. Anders had ik echt gebruld. Oh. Oh, prikkelt gewoon in mijn neus. Van energy. Die was nog echt de meest mannelijke bulk wat ik ooit heb gehoord. Uit een vrouw. Joe. Oh, kijk mijn hoofd. Nou. Fun. We hebben pizza besteld. Ja. Oeh, lekker. Met dunner. Zit er bij jou ui op? Nee, bij mij niet. Nee, bij mij. Nou. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik ben echt net wakker. Dus dit is echt nog mijn halve slaapgezicht. Ik heb vandaag tussentijds toets. Ben ik scherp? Ik ben helemaal niet scherp. Ik heb vandaag tussentijds toets en ik ben een beetje zenuwachtig. Beetje. Ik word om 12 uur opgehaald. Dan hebben we eerst nog even gewoon een soort van les. Om even erin te komen. En dan heb ik om 2 uur de toets. Gelukkig kun je niet echt slagen of zakken. Het is meer dat je het haalt of niet. Dus we gaan het zien. Ja, ik ga zo even lekker ontbijten. Ik heb dus het derde gaatje gezet. Maar ik wil dan hier straks een ringetje. En daar gewoon grote oorbellen. En dan daar een knopje. Zodat je alle 3 oorbellen wat anders hebt. Ik wil trouwens gewoon nog even wat laten zien. Ik heb mijn bril op, zodat ik er even weer aan wen. Want ik ben echt blind eigenlijk zonder bril. Maar goed. Ik heb gisteren nog allemaal dingen ontvangen van Come Get Fashion. Dus dat ga ik even laten zien, want het is echt super leuk. Namelijk deze ketting. Ik ga hem even wel wat losser doen, want deze is best wel strak hier. Dan deze zonnebril. Die is ook zo vet. En lekker groot. Ik hou ervan. Lekker flieken in de zomer. Deze jurk. Die is ook super vet. Met lange mouwen. En dan zo'n ruffle onderkant. En ook hier bij je décolleté heeft hij van die ruffles. Dus deze is super leuk. En dit rokje. Te leuk. Ik zal even linkje in de beschrijving zetten van alles. En dan kun je wellicht even kijken. En op de site van Come Get Fashion. Dus ik zal alles even in de beschrijving linken. Nou, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb even mijn haar vastgedaan. Daar heb ik er ook geen last van. Brilletje op voor ik hem vergeet. En ik draag weer deze trui. Echt niet te geloven, maar hij zit zo lekker groot. En mijn flarebroek en Adidas schoenen. Ik dacht, ja, ik ga een soort van klein beetje netjes met die flarebroek. Want ik kon ook een legging aandoen. En dan toch weer lekker comfy, want ja, hè? Ik ga even mijn crackertjes opeten met kaas. Zodat ik wel iets binnen heb. Anders krijg ik honger en dan denk ik alleen maar daar en dan gaat het weer helemaal fout. En ik ben best wel zenuwachtig. Ik ben geslaagd! Het ging echt goed. Ik heb mijn tussentijds toets nu gehaald. Ja, nu heb ik dus vrijstelling op mijn bijzondere verrichtingen. En draaien zelf ging eigenlijk ook best wel goed. Een paar foutjes, schoonheidsfoutjes. Maar ik had geen dikke ingreep gehad. Helemaal geen ingreep gehad. Dat is wel fijn. En ik ben wel kapot, zeg. Zo lang in de auto gezeten. Eerst zelf nog rijles gehad. 1,5 uur en daarna weer die toets. Dus dan rij je ook weer. Nu ben ik er wel even klaar mee. Ik heb wel heel veel honger, dus ik ga even wat eten maken, wat drinken. Lekker even Netflixen weer, daar heb ik zoveel zin in. En vanavond ga ik trainen. Moet ik even een wekker zetten, anders ga ik dat echt vergeten. Ik ga met iemand samen fietsen. Dan ga ik om 6...
Oké, om 5 uur eten. En dan ga ik lekker sporten. Dan vanavond komt papa even en dan gaan we, weet ik veel, ergens heen of zo. Of wat drinken ergens. Dus vanavond met papa, dus dat is wel gezellig. En morgen ga ik dus naar Fleek Day Event de hele dag met Lisa, mijn vriendin. Dus ja, daar moet ik nog wel dingen voor pakken. Maar dat komt nog wel. Ik heb heel veel honger. Ik zie hier pancakes liggen. Ik wil dat heel graag hebben. Gaan we niet doen. Geen goed. Oh. Tiramisu. Dat is... Oh ja, ik ben verkocht. Tiramisu met slagroom. Dat is wat ik wil. Oh yeah, dat heb ik wel verdiend. Fristi, ook verdiend. Nou, dit ga ik lekker opeten, Netflixen en dan vanavond sporten en koken. Dus, oh, hier heb ik zoveel zin in. Ik heb een vlogstatief. Dit is echt ideaal. Ik heb nu dus zo'n ding besteld. En dan kan ik het gewoon overal neerzetten waar ik het maar wil. En ook in de auto straks, dus dat is wel handig. Ik weet niet wat dit voor is. Ik ga even mijn sportkleren aandoen en dan ga ik sporten. Ik moet een beetje haasten. Alweer. Ik ben thuis van sporten en ik heb mijn haar gewassen. Heerlijk. Gewoon lekker even een kleine touch-up gedaan. Want ik ga nu met mijn vader zo ergens wat drinken. En ik draag weer de trui. Want die heb ik al de hele dag aan. En gisteren ook. En ik leef erin. Maar morgen gaan we fleeken. Want dan gaan we naar het Fleek Day Event. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik ga nu wachten tot hij me komt ophalen. En tijdens het wachten verder met mijn serie Dynasty. Ik ben zo verslaafd. Zo erg. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik moet even snel ontbijten. Ik ga vandaag naar het event van Monica en Danique. Daar heb ik heel veel zin in. Ik draag trouwens dit winterpak van de Bershka. Kettingen van Comget Fashion. Ringen, horloge. Deze riem van Ali. Nou, en dit pak dus. En ik doe daar mijn zwarte Nike schoenen onder. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet even snel eten en alles pakken. En dan ga ik met de trein met mijn vriendin daar naartoe. Het is in Rotterdam Blaak. Dus we moeten nog even een wereldreisje maken. Maar we hebben er heel veel zin in. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het daar is. Ik ga het gewoon zien. En ik neem jullie ook weer mee. Het is je beurt. Oké, ga maar. Succes. Ik ben thuis. Ik zou even lamp aan doen. Ik weet niet of dit nut heeft, maar goed. Ik ben thuis en ik ben echt helemaal geslopen en niks scherp. Het was echt een super leuke dag. En, oh ja, ik heb hier nog de sticker. Het was best wel grappig, want ik wist dat dus niet. Want mijn vriendin zei zo van in de trein, ja, ze gaan ook een paar mensen of zo, gaan ze de best gefliekte of zo, gaan ze uitzoeken. En dan op het einde gaan ze winnaar uitkiezen en dan krijg je iets van. Ik dacht, nou oké, wist ik eigenlijk helemaal niet.
En dat was best grappig, want een stukje hiervoor zag je ook dat ik Monica dus ging ontmoeten. En het eerste wat ze zei, oh je bent echt knap, wat zie ik mooi. En toen plakte ze dit dus op. En ik dacht, hé, wat is dat? En dat was dus een sticker en dan weet je, dus soort van daarvan genomineerd. Dus echt, dat was zo leuk. En ik dacht echt, oh dat is echt cute. Echt leuk. Dus dat, en toen moest ik op het podium lopen. En ik dacht echt, oh my god, wat moet ik nou weer doen voor al die mensen? Dat was best wel gênant. Maar goed, dat was heel erg leuk. En daarna kwamen er ook nog hele lieve meisjes naar me toe. Die zeiden ook echt, wat ziet er leuk uit. En gewoon allemaal echt zo'n happy vibe. Dus het was super vet. Maar ik ga je nog even dingen laten zien. Ik heb zoveel dingen nog gekregen, gekocht, meegenomen, whatever. Van Josh V mocht je aan het rad draaien dus, wat jullie hadden gezien. En ik heb dus een heel cool sjaaltje ontvangen. Gekregen, echt gratis, echt zo vet. En ja, ik draag nou niet echt shorts of zo, maar ik vind deze wel zo cool. Een beetje beige, maar ik vind deze vooral heel erg leuk om aan je tas zo te gaan knopen. Of in je haar te knopen of whatever. Ik denk om een tas als zo'n leuk shortje. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Die heb ik van Josh V gekregen. Dan heb ik zelf bij Moes Wanted nog dingen gehad. Ik kon het niet laten. Namelijk dit superleuke rokje. En ik kon niet. Die had er geen pashokjes. Dus ik weet niet of het me past. Maar ik hoop het wel. Ik heb maat S gedaan. Want ik heb eigenlijk altijd maat S. Ik heb namelijk dit zwarte rokje van Moes Wanted. Met van die ruffles. En ja. Hier heeft hij ook een ruffle. Zoals je ziet. Zwarte past gewoon overal altijd bij. Met een leuk hemdje in de zomer. En ik zag deze daarna en toen dacht ik, oh my god, die moet ik eigenlijk ook hebben. En toen dacht ik, Floor, je draagt nog rokjes, je mag er maar één kiezen. En toen heb ik ze toch allebei gedaan. Dus, oh, hate myself, maar goed, hij is te leuk. Dus ik dacht, ik kan beter kopen dan weer laten bestellen met verzendkosten. Dus dit leuke slangenrokje. Het licht is echt verschrikkelijk, heel erg geel zoals je in mijn hoofd ziet. Maar dat komt omdat het anders heel erg donker is. Maar hij heeft dus ook heel erg vet gouden details erin. Het glimt ook echt. Ja, dat kun je wel zien. Daarom vind ik hem zo leuk. En hij is ook een beetje asch of assig qua kleur. Het is niet een warme snake kleur. Met lichtroze en goud. Dus ik vind hem super cool in de zomer. En dan hebben we nog een goodie bag gekregen op het eind. Ook echt super vet. Met dit canvas tasje van Moes Wanted Babe. En daarin zit ook echt heel erg veel shit in. Ik laat het even snel zien. Een brush, highlighter brush van Bushy Shop. Ja, deze Linda Meijden met Femke Louise. Want zij kon ook nog optreden. Allemaal testers. Een zakje. Nog meer testers en serums. Een W7 lippenstift in het rood. En wat zit er nog meer in? Chocola. Altijd goed. En een hele vette gouden pen met glitters. En, oh ja, een armbandje van My Journey. Oh nee, van Josh V. Dus hier ben ik heel erg blij mee overal. En dit is ook allemaal wat ik heb gekocht en mee heb gekregen. Echt super, super vet. Het was een super leuke dag. En ook gewoon heel erg apart dat ik een soort van mijn inspiratiebronnen mensen heb ontmoet. Want dat zijn toch wel Monica en Dani. Ik heb hier ook hun boek liggen, zoals jullie weten. Ik vond het heel cool. Ik laat nog even wat foto's in beeld zien. En er komen zo allemaal mensen hier, gaan we gezellig wat mee drinken. Dus een drukke dag, lange dag, maar ik heb wel veel zin in nog vanavond. Morgen moet ik de hele dag werken en s'avonds ga ik ook weer met vriendinnen weg. En zondag heb ik een festival, dus ik ben er zoet mee, maar wel heel erg leuk. Dus ik sluit voor deze dag ook even de vlog af. Ik denk dat ik morgen ook niet ga vloggen, want ik ben toch de hele dag aan het werk en s'avonds met vriendinnen. En ik heb echt heel veel beeldmateriaal, dus die skip ik even en dan kan ik even focussen op mijn dag. Zo, en alweer een hele goede morgen. Het is alweer zondag en mijn vriendin die komt elk moment aan. Ik ga namelijk naar het festival Dance for Liberation, want het is bevrijdingsdag. En het is echt snet weer. Het is echt aan het regenen. Maar dat wil, als het goed is, straks stoppen. En dan blijft het droog. Dus ik heb lekker een trui aan. Namelijk deze. Met neonletters roze. En ik draag mijn leren broek. En dan bikerboots met studs. En waar is mijn tas? Ik doe namelijk, oh ja, omdat ik een leren broek aan heb, ook zo'n leren ding zo scheef om mij. En dat past wel leuk bij mijn broek. Dus om het dan toch nog een beetje leuk te maken, want eigenlijk is het echt een saaie outfit met een trui. Maar goed, die neonletters maken het af. Ik heb volumepoeder in mijn haar gegooid. Ik dacht, dat vind ik wel leuk bij de trui passen. Ja, ze komen er zo aan. Gaan we lekker drankjes doen, dan gaan we erheen. Dus ik moet echt even opschieten, want ik moet nog alles pakken en ik ben een beetje laat en... Oh ja, dus dat moet ik allemaal even doen. Ik doe hier een leren jas overheen. Vind ik wel leuk. En dan heb ik het dus nog lekker warm met mijn truitje. Oké, ik ga nu even naar de Jumbo even wat eten halen. Want goede bodem leggen. En dan ga ik
komen ze hier. Ik sluit alvast de vlog af. In ieder geval, vorige keer was ik vergeten te zeggen, want toen was ik echt kapot moe. Toen ik terugkwam was 's nachts, zeg maar. Ja, je snapt het wel. Dus alvast heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou volgende shots nog wat beelden doen van hoe het daar was. En ik zie je tot de volgende weekvlog. Doei doei!